naar analogie met het Filmfestival van Utrecht en sommige andere festivals, de kans te geven aan jonge mensen om eens te tonen dat ze er zijn, wie ze zijn. En ik heb ze mogen kiezen en dat vind ik heel fijn. En ik heb 4 mensen gekozen waar ik naar op kijk. In eerste instantie David Williamson. Kom er maar een keer bij staan, David. Een jonge man die samen met zijn collega zo wat afwisselt tussen regie en DOP. En omdat in de officiële selectie, de internationale selectie, ook de nadruk ligt op het art direction en DOP gegeven, vond ik het zeer belangrijk dat er een heel goede upcoming DOP bij was. En vandaar heb ik hem gekozen. Zijn film Mont Blanc, waar hij aan meegewerkt heeft en de art direction dan voor gedaan heeft, of DOP de camera heeft bediend, gaat nu naar Cannes. Dus dat is genoeg om deze jongen aan u voor te stellen, voor mij. Dan heb ik een actrice genomen, want ja, ik kan het niet ontbreken, een acteur of een actrice moet erbij zijn. En ik was na Little Black Spiders zo, want ik had haar wel al eens zien lopen in de straten van Gent en aan de koperieterij zien rondhangen. Maar het is echt een fantastische actrice en ik vind het grootste opkomend talent die we hebben. Charlotte komt er ook maar hierbij. Dan heb ik, ze toert op dit moment de hele wereld rond met de nieuwe voorstelling van het Roert Goed. Wat een zeer boeiend theater ding is. ik heb nogthans veel geslapen. En dan heb ik Lenny van Wezemaal gekozen. Lenny Chakosh, gelijk dat ik altijd zeg. Omdat in My Bunny heb ik ooit met Nele Meijerhagen mogen, deed zij de productie. En ik had direct het gevoel van die madame heeft iets in haar mars als ze zo piepjong was. En ze is nu 31 geloof ik. En ze gaat nu haar eerste feature mogen draaien. En voilà, Lenny van Wezemaal. sorry dat ik altijd zo'n beetje zo op het podium haal, maar het is wel belangrijk dat de mensen een gezicht kunnen plakken aan. En dan de eerste man die ik gekozen heb, een jongen die ik heel erg dankbaar ben. Hij heeft al een paar keer heeft pers gedaan bij de Helaas Zitter Dingen en heeft meegewerkt aan de Broken Circle Breakdown als geluidsassistent. En ik vond het ook fijn dat als er een cameraman bij was, dat iemand van het geluidsdepartement bij was. Maar vooral, ik ken hem vooral als algemene nice guy, maar ook vooral heeft, wat hij in Schellebellen 1919 gedaan heeft. Weten naar buiten toe hebben we zo gezegd van Schellebellen 1919, allemaal amateurs. Maar sommige, er waren twee dingen die we niet door amateurs konden laten doen. En dat was de camera en het geluid. En we hebben Karel gevraagd om dat te doen en heeft dat gedaan. En wat hij daar gedaan heeft, dat is echt een tour de force. Hij heeft zoals een documentairemaker of een televisiemaker zelf de pers gedaan en ondertussen gemixt. En voor een langspeelfilm is dat ongelooflijk. En het geluid van Schellebellen 1919 is ook fantastisch. Hij heeft een volledige mixing gedaan, volledige geluidsmontage. Karel de Waalen, van de fantastische kerel. En voilà, dat zijn ze. Dit is mijn jonge helden selectie. Ik moet eerlijk zeggen dat ik aan niemand anders kon denken, eerlijk gezegd. Well, er waren wel acteurs en actrices die goed bezig zijn en zo. Maar dan zouden we alleen maar acteurs hebben gehad en dat zou een beetje te clichématig geweest zijn. Bon, is er nog iets dat ik zou willen zeggen? Nee, ik denk dat voldoende is, denk ik. Dus ik geef het weer een woord terug aan Peter. Dankjewel.